Ik zal. Julia is mijn lieve dochter. En Julia heeft hier al, is al eigenlijk een oude rot hier, want heeft hier al een aantal keer opgetreden. En Julia had twee wensen. De eerste wens was dat ze ooit eens een koorlid zou worden bij een bekend koor. Nou, dat is er een paar weken geleden gelukt. Ze is aangenomen en ze heeft een succesvolle auditie gedaan bij het Toonkunstkoor Amsterdam. Onder andere bekend van Matthäus Passion in het Concertgebouw. Dus wij zijn bijzonder trots op. En een andere wens van Julia was dat zij is al zo graag met een strijkkwartet wilde zingen. En nou, die wens gaat vanavond nu in vervulling. Julia zal zometeen zelf aankondigen wat ze gaat zingen. En ik wil hier nog een keer bedanken door alle jaren heen, alle mensen, en er zijn een aantal van in de zaal, maar in de eerste plaats Hester Hensenpeter, haar sopraanlerares, die haar al een x-aantal jaren begeleidt. En dan hebben we uiteraard nog Esther, Robert, René, Joost, Sarah, Paula en Kevin, ook de beide directrices die Julia in al die jaren zowel sociaal als artistiek begeleid hebben. En we kunnen ze niet genoeg bedanken, want kijk eens wat als je het talent aanboort van je kind, wat het ook mogen zijn, hoe groot of hoe klein, het maakt niet uit. Als je daarna op zoek gaat, dan kan je heel wat uit je, niet uit je kind halen, maar in elk geval vooral het kind of de jongeren haalt het uit zichzelf. En Julia is daar een levend bewijs van. Goed, ik heb genoeg gezegd. Julia, ik geef nu de microfoon aan jou. En dan mag u het zelf aan. Goed, ik wens u een hele prettige avond. Nou, ik ga Einebach de Vliest zingen van Christoph Willibald Gluck. Ik heb heel veel Mozart gezongen, maar nu ga ik een lied zingen van een andere componist. En dat ga ik ook doen. En het lied wat ik ga zingen gaat over een stromend beekje dat langs de wei gaat. En zelfs gaat een herder slapen, want hij geniet dan van het borrelen van het beekje, het geluid. Nou, ik ga nu beginnen.